niet zo goed met de vrijheid van meningsuiting. J.K. Rowling ligt onder vuur omdat ze zegt dat ongebouwde mannen geen vrouwen zijn. Maar ondertussen ligt er een wetsvoorstel voor in Schotland die hate speech wil aanpakken. Dus daar hebben we het hier over. Natuurlijk allemaal vage bewoording, een hoop glibberruimte. Met één klein dingetje wat toch wel extra aandacht vraagt. Dat is dat blasfemie, godslastering, wordt verboden gesteld met tot wel 7 jaar gevangenisstraf voor wie zich daaraan bezondigt. Dit is dé manier om mensen hun mond te laten houden. En daarmee gaat niet alleen die vrijheid verloren, het recht om iets uit te spreken of af te drukken, maar ook het recht om een perspectief te overwegen. Dat is van de luisteraarskant. Dat begrijpen nog onvoldoende mensen. Oké. Zaterdag 6 april is er een conferentie om het verboden vrije woord even wat meer aandacht te geven. Dat gebeurt met bekende sprekers zoals Mordechai Crispijn, Frank Rusink, Sander Compagne en een aantal onbekende sprekers. Er zijn nog kaarten en ik ga kijken of ik er zelf ook bij kan zijn. Details onder het filmpje en in de avatar. Dus misschien tot daar.